Dat wist jij een aantal jaar geleden niet. Stel, ik heb een tijdmachine en jij zou een aantal jaar terug kunnen gaan. En je zou aan je jongere ik advies kunnen geven. Wat zou jij dan doen? Hey, welkom bij de podcast. Ik ben Chris. Ik ben Benny. En in deze video gaan we het met jullie hebben over beleggen. Met een klein bedrag, is dat wel te doen? Die vraag krijgen wij heel vaak. En daarom hadden wij ook het idee om hier een uitgebreide video over te gaan maken. Beleggen is alleen voor het grote geld, ja. Zeggen heel veel mensen. Ja. Maar dat is helemaal niet waar. Het belangrijkste van beleggen, van investeren, is dat je je kapitaal beschermt. Dat je zorgt dat je kapitaal waarde blijft houden. Laat je het op de spaarrekening staan tegenwoordig. Hebben we al meerdere keren video's over gemaakt. Dan weet je gewoon dat je kapitaal verliest. Dat er gewoon waarde, koopkracht verdampt eigenlijk absoluut, van je geld. Absoluut. Kijk, en wat jij nu weet, dat wist jij een aantal jaar geleden niet. Stel, ik heb een tijdmachine en jij zou een aantal jaar terug kunnen gaan. En je zou aan je jongere ik advies kunnen geven. Wat zou jij dan doen? Ja, dan zou ik inderdaad eerder begonnen zijn met investeren. Ik weet zelf toen ik jong was, nou, en ik denk dat jij ook wel, ik weet dat jij ook zo geweest bent. Het maakte niet uit. Nee. Wil je een dikke gouden ketting als jongen, dan vond je prachtig. Ja. Je werkte hard voor je centjes en je gaf alles maar uit eigenlijk elke maand. Ja. En elke maand was het gewoon op. Ja. Je salaris was gewoon een soort van feestje elke maand weer. En ja, als jij 16, 17, 18 bent, je gaat op stap. Je wil toch mooie kleding hebben en dat soort dingen. We kennen het allemaal. Heel veel jongeren kennen dat denk ik ook zelf wel. Dat is belangrijk als je jong bent. Dat vind je mooi. Betrouwen, en ergens is dat logisch. Omdat je wil ook genieten van je jongere periode in je leven. Dat is logisch. Absoluut. Dat hoort er ook bij. Maar als ik nu terugdenk. En dan denk ik wat ik allemaal verbrast heb aan geld, aan scooters, auto's, noem het allemaal maar op. Nou, dan denk ik, dat had ik toch wel even anders aangepakt. En dan had het veel eerder al er anders uitgezien. Het is op dat moment denk ik nog niet een prioriteit. Je bent denk niet bezig. Aan de toekomst. Je bent aan het leven. Ja, het is ook logisch ergens, maar als ik de keuze had gehad om dat tegen mezelf te vertellen. Iets opzij. Had ik wel laten zien dat het ook anders kon aan mezelf. Nee, dat is ook zo. Kijk, weet je wat het is? Beleggen, investeren, traden. Dit gaat meer over beleggen en investeren. Kijk, als jij vermogen wil opbouwen, dat gaat niet snel. Nee. Dat duurt lang. Dat heeft tijd nodig. En het voordeel daarvan wel is, omdat het gaat langzaam, maar het effect kan op lange termijn kan heel groot worden. Juist als jij voor de lange termijn gaat investeren of voor de lange termijn gaat beleggen, dan heb je in de basis nog ineens heel veel geld nodig. Nee, dat kan heel, met een heel laag bedrag. Ik moet wel zeggen dat ik voor mijn leeftijd al wel heel snel met de toekomst bezig was. Ja. Ik was 18, 19 en toen wist ik al voor mezelf, ik wil geen huurhuis. Ik wil een koophuis. Waarom wil ik een koophuis? Omdat dat toch voor latere leeftijd, als dat afbetaald is, je kan kiezen later wat je ermee gaat doen. Of je zegt, sommige mensen zeggen op mijn oude dag, ik wil lekker dat huis verkopen. Ga ik lekker ergens in een huurhuis zitten en dan heb ik een paar ton op de bank staan en ga ik lekker genieten. Of ze zeggen, ik heb gewoon hele lage kosten in de maand, omdat mijn huis enigszins is afbetaald. Kijk, je laat altijd wel een stukje hypotheek over of je neemt een nieuw stukje door iets op te bouwen of iets dergelijks op je huis. Maar ik was wel altijd al bezig met, oké, hoe wil ik dat het er later uitziet als ik ouder ben? Ik wil geen huurhuis. Mm-hmm. Ik wil investeren in vastgoed. Mm-hmm. Ik wil een stukje vastgoed voor mezelf. Dus daar was ik wel heel jong al mee bezig. En dat is ook een investering voor de toekomst. Dat doe je op de lange termijn. En weet je wat het ook gewoon is? Dat is de vraag die we heel vaak gesteld krijgen. Er komen ook best wel jonge mensen naar ons toe. Soms met een PM of een vraag. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik vind het altijd leuk om die jongeren te helpen. En dan zeggen ze toch altijd, ja, ben ik niet te jong om te starten? Maar ik denk, die leeftijd van jou, dat is juist je voordeel. Ja. Als jij heel vroeg al instapt, zie je toch gewoon, het maakt ook niet uit wat je precies doet. Vastgoed is de afgelopen 100 jaar gestegen. De aandelen stok stijgen allemaal mee. Als jij gewoon investeert, kan jij historisch gezien gewoon vaste rendementen draaien. Zitten daar goede jaren tussen? Absoluut. Zitten er slechte jaren tussen ook. Maar het gemiddelde daarvan zie je gewoon dat je ongeveer uitkomt op een waardeontwikkeling van 6% per jaar. En dan heb ik het dus nog niet over het echte traden of het beleggen, dat je dat percentage omhoog kan tillen. Als jij gewoon dit doet en spreidt, kan jij altijd
over de afgelopen 100 jaar had je altijd 6% rendement per jaar kunnen maken. Ja, en mensen vinden het altijd lastig het juiste moment te bepalen om te gaan beginnen. Ja. Ze zijn altijd op zoek naar het perfecte moment ja. om in te stappen. Ja. De bodem van de markt willen ja. ze kopen. Terwijl, dat heeft helemaal geen zin. Als jij ja. gewoon op je gemak gaat beginnen met investeren. De beste dag om te beginnen met investeren is gewoon vandaag. Is vandaag. Dat is gewoon ja, vandaag. Absoluut. En als jij dat gewoon op je gemak structureel blijft uitbouwen. Je moet niet kijken naar hoeveel heb ik over een half jaar winst. Nee, je moet kijken naar waar sta ik over 20 jaar. Ja. Dat is waar je mee bezig bent als je bent begonnen met investeren en beleggen. Je bent niet bezig met over een half jaar. Nee, je bent bezig waar sta ik over 20 jaar. En hoe ziet mijn leven er dan uit? Dat is wat je aan het doen bent. Je bent iets aan het opbouwen. Nou goed, wat Chris al zei. Als je 6% rendement per jaar aan zou houden. Investeerders, grote partijen waarbij jij... dat soort investeringen kan doen. Daar zijn dat soort percentages redelijk normaal, ja. denk ik. Dat ja. is gewoon ja. redelijk haalbaar. Dit is een gemiddeld rendement. Dit moet iedereen kunnen behalen. Ja. Dit is echt gewoon ja, standaard percentage. Ja. Je kan dat omhoog tillen, nogmaals, als je gaat traden of als je goed gaat beleggen op de juiste manier. Je kan dit omhoog tillen, maar dit is gewoon de standaard waardeontwikkeling van de afgelopen 100 jaar, 6%. Ja, en dan hebben we het puur op basis van investeren. Stel, jij bent alleen ja. en je hebt 100 euro per maand ter beschikking om te gaan investeren. Ja. Dan denken mensen, ja, ik ben jong, ik ga dit weekend wel lekker op stap. Die 100 euro investeren, wat bereik ik daar nou mee? Met die 100 euro, wat bereik ik daar nou mee? Nou, wat je daarmee bereikt, dat gaan we je nu laten zien. Want als je dat 5 jaar lang structureel iedere maand doet, die 100 euro wegleggen. En dan kan je denken, ja, ik kan het toch ook sparen op de bank? Ja, dat is dus het punt. Op de bank krijg je niks. Nee. Tegenwoordig krijg je niks meer nee, op de bank. Nee. En naast dat je nog eens een keer niks krijgt, heb je ook te maken met inflatie. En jouw geld wordt letterlijk minder waard op de bank. Jouw koopkracht, wat je kan kopen voor dat geld, er blijft nog steeds 100 euro staan als jij die 100 euro op je bank hebt gezet. Alleen voor die 100 euro kan je over een x aantal jaar niet meer hetzelfde kopen. Dat nee. is het verschil. Ja. En als we dan kijken naar 5 jaar verder, zou je met die 100 euro die je iedere maand geïnvesteerd hebt, met een gemiddeld rendement van 6% uitkomen op 6982 euro. Dat is toch wel lekker. Dat is inderdaad toch wel lekker. Maar als we dan een stapje verder gaan en we kijken naar 10 jaar, zou je al uitkomen op 16.325. Als we kijken naar 15 jaar, kom je uit op 28.830. En als je dan 20 jaar verder bent, dan heb je een spaarpot van 45.564. En ik denk met een bedrag van 100 euro per maand. Ja, het is op zich wel te missen. Dat voel je eigenlijk ook niet heel erg. En als je uiteindelijk dan ziet wat je opbouwt. Ja. En waar je aan uitgeeft, dat is je eigen keuze. Hè? Dat kan je, dit kan voor je pensioen zijn. Misschien wil je ooit nog een mooi huis waar je een hele mooie aanbetaling op kan doen. Ja. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je dit gaat doen. Ja, en zelfs als je dit gewoon in je upje doet, ja. is dit een redelijk rendement. Maar ja. als we dan een stapje verder kijken, ja. 100 euro per maand, wat jij zegt, daarnaast kan je gewoon nog een hypotheekje betalen van je huis, wat je eventueel ook hebt. Dus je hebt ook al een stukje vastgoed. Ja. En je kan daarnaast nog genoeg andere dingen doen met je salaris, ja. denk ik. Als we dan kijken naar huishoudens met 2 inkomens. Ja. Dus jij hebt een vrouw, ik heb een vrouw. Dan kan je waarschijnlijk wat meer missen ja. als die 100 euro. Ja. Nou, zeg dat je allebei een normale baan hebt. En je wil allebei, want je moet wel die mindset allebei hebben. Als jouw vrouw daar geen zin in hebt, dan houdt dat misschien al gauw op voor sommige mensen. Stel, je maakt de afspraak. Oké, schat, 500 euro per maand gaan wij vrijmaken om te investeren. Mm-hmm. Als je dan al kijkt naar wat er verandert in de grafiek, dan is dat best wel aanzienlijk. Zeker als je kijkt over 20 jaar. Ja. 5 jaar zou je dan uitkomen op 34.913 euro. Mm-hmm. Nou, dat is al een flink verschil met 100 euro per maand. Logisch, het bedrag is meer en de rente blijft hetzelfde. Het blijft wel ja. groeien. Dat ja. bedrag groeit ja. natuurlijk sneller, ja. omdat het een groter bedrag is. Ja. 81.633 na 10 jaar. Mm-hmm. Nou, dat is al meer als wat je na die 20 jaar in je hupje zou behalen. 15 jaar. 144.153. Kijk. Nou, kijk, dat zijn al bedragen waar je ja. Enigszins best gelukkig van kan worden. En na 20 jaar zou je een bedrag hebben met een gemiddeld rendement van 6% per jaar. En dat is gewoon een realistisch beeld, hè? 6% per jaar. Dit is helemaal niet overdreven. Dit is nee. helemaal niet
Dit geeft gewoon aan wat je kan bereiken door te investeren. Dan zou je uitkomen na 20 jaar op 227.823 euro. Als je structureel 500 euro per maand investeert met een gemiddeld rendement van 6% per jaar. Dat zou echt een hele mooie aanvulling zijn. Bijvoorbeeld en dan, voor je oude dag of voor je kinderen die je tegen die tijd misschien dan al hebt als je zelf nu jong bent. Juist, maar als je dit dus doet op je... We hebben het over een tweepersoons huishouden. Met je vrouw, met je vriendin. Als je een jaar of 25 bent. Dan heb je dus op je 45ste een spaarpot van ruim 220.000 euro. Dat is heel veel geld. Op je 45ste. Dan ben je nog niet eens met pensioen. Nee. Dus dan kan je nog genoeg dingen doen in je leven. Om te zorgen dat je dus rendement opbouwt. Absoluut. Dus je kan die 220.000 euro gebruiken om in een nieuw huis te steken bijvoorbeeld. Ja. Je kan daar verschillende dingen mee doen. Hoe je dat invult, vul je dat in. Maar dat is een gigantisch rendement. Ja, maar kijk, dan heb je dat. Dan heb je uiteindelijk dus ook het kapitaal dat je echt nog grotere investeringen kan doen. En nog meer rendement kan draaien. Want die hebben we eigenlijk in dit overzicht, deze grafiek nog ineens meegenomen. Ja. De ervaring leert gewoon, dat weten we, des te meer geld je hebt, des te meer rendement je gaat maken. Dat is gewoon een feit. Je hebt meer mogelijkheden om mee te doen. Profiteer daarvan. En de grap is dus juist, ook al heb jij een laag bedrag, of ook al ben jij jong, des te eerder jij begint, des te meer profijt je hebt uiteindelijk. Des te sneller gaat het renderen. Ja. En dat is inderdaad de truc. En ja, in feite, wat we nu aanhalen, wat we nu laten zien, is gewoon DCA. Ja. Wij hebben dat in meerdere video's hebben we dat al uitgelegd en laten zien. Ja. En dit is in feite gewoon een vorm van dollar cost average. Iedere maand beleggen met een bepaald bedrag. Goed, waar moet je op letten als je dit soort investeringen, dit zijn soort wel een paar plannen kleine voor jezelf gaat maken? Ja. Als je echt een klein bedrag hebt, en dan richt ik misschien niet zo heel erg op crypto, maar bijvoorbeeld als jij aandelen wil gaan kopen, dan moet je echt daarmee rekening houden dat jij voor elke transactie een bepaald bedrag aan transactiefees moet betalen. En als jij, ik zie dat heel vaak bijvoorbeeld de Giro, ja, als je daar een transactie plaatst, is die begint altijd met 2 euro. Ja, ga je voor een 10... Altijd is die al 2 euro, ja, plus wat er nog bovenop komt. Ja, ga je dus voor een 10... Heel, heel extreem. En ga je voor een tientje aandelen kopen, omdat je meerdere aandelen wil kopen van die 100 euro elke maand. Hou je maar 8 euro van open. Ja, dan gaat er al gelijk 20% van af. Dus dat is niet heel erg verstandig. Combineer die orders dan, maak die orders groter, dat die transactiekosten minder zwaar wegen. Of ga heel erg op die fees letten. Waar betaal ik minder fees? En dat is dus voor kleinere accounts. Heb je daar veel meer baat bij? Ja, en wij zijn zelf dan bezig met eToro. Daar betaal je geen transactiekosten over de aandelen. Maar elk platform heeft een verdienmodel. Voor- en zijn nadelen. Dus elk platform heeft een verdienmodel. Ja. Dus dan zal je bij het uitcashen moet je bij eToro geloof ik altijd 5 euro betalen aan kosten. Links, er zit rechtsom, links of rechtsom altijd een verdienmodel voor de beurs, voor de exchange achter. Dat is logisch. Ja. Maar let daar inderdaad op. Absoluut. Vind je het moeilijk om te spreiden? Ja. Vind je het moeilijk om keuzes te maken? Wat moet ik nou aankopen? Koop mandjes. Koop absoluut ETF's. Nou ja, maar kijk, als je bijvoorbeeld elke maand met die 100 euro, ja, dan kan je niet alles kopen. Want daar heb je niet genoeg geld voor. Maar je kan wel een mandje kopen. Commodities bijvoorbeeld ook. Als je kijkt op eToro, kan je vanaf 2000 euro pas kopen zilver, wheat, goud. Dat kan niet voor een klein bedrag. Dus wat doe je dan? Dan ga je kijken naar index trackers, naar ETF's, dat soort dingen. Koop inderdaad gewoon in mandjes, bijvoorbeeld in AIX. Wil jij in de AIX investeren, maar weet je niet waarin? Je kan gewoon de volledige index kan je kopen. Dat is een tip. Een andere hele goede tip, en dat zien we in crypto terug, dat zien we in aandelen terug. Kijk niet iedere dag naar je portfolio als je long-term aan het investeren echt bent. Te vaak. Doen ze echt te vaak. En ik snap dat het spannend is. Dan krijg is. Je echt een Jantje lacht, Jantje held effect. Ja, ja. Want de ene dag denk je, wauw, alles groen. En de andere dag denk je, alles rood. Ja, en zo gaat het gewoon letterlijk bij heel veel mensen. En we zien toch gewoon traden, investeren, beleggen. In de basis komt het uiteindelijk altijd neer op emotioneel. Hoe standvastig ben jij? En we zien heel vaak dat op rode dagen mensen dus in paniek raken en dus hele gekke dingen gaan doen. En uiteindelijk dus hun het rendement, het meerjaren rendement, kapot maken, vernietigen. Daar gaan ze mee lopen rommelen. En ja, dan gaat het grafiekje er heel anders uitzien. Ja. Dus hou daar wel rekening mee. Ga niet iedere dag kijken. Ga er gewoon vanuit dat het effect, dat meerjarige effect van die 6% dat werkt.
En als je het dus gewoon laat staan en er niet te veel mee doet, dan komt dat goed. Ja. Een laatste puntje is ook wel heel belangrijk. Wij traden zelf voornamelijk in crypto veel met leverage. Ja. Probeer die hefboomproducten, als je er geen verstand van hebt, lekker los te laten. Ja. Als je niet weet waar je mee bezig bent, is dat gewoon link en gaat het je gewoon geld kosten. Ja. Hoe het precies in zijn werking gaat en de hele uitleg daarvan hebben we in meerdere video's hebben we dat behandeld, hebben we laten zien. Maar als je er niet, als je er geen kaas van gegeten hebt, als je niet weet wat je aan het doen bent, blijf er lekker van weg. Ja, dan moet je dat sowieso niet doen. Kijk, en je hebt dat overal. Hè? Je hebt in de aandelenwereld heb je de sprinters, de turbo's en dan weet ik veel. Dat geeft allemaal hele mooie fancy namen aan. Je hebt de opties. Als je de basis al niet snapt, dan moet je niet al een volgende stap willen nemen. Ga eerst zorgen dat je dat helemaal begrijpt. En dan kan je altijd nog kiezen om met een heel klein gedeelte iets te proberen of te testen of te experimenteren. Maar pas daar gewoon mee op. Begin gewoon rustig en geef jezelf de tijd. Je kan niet in een maand alle facetten van traden, investeren en beleggen begrijpen. Daar gaat echt wel een aantal jaartjes overheen voordat je dat allemaal onder de knie hebt en alle kneepjes van het vak eigen gemaakt hebt. Ja, en uiteindelijk zien we dan gewoon, wil jij echt rendabel beleggen? Wil je ook dat lekkere rendement? Ja, dan zal je met een klein account, zal je misschien wel iets meer moeite moeten doen in het begin. Ten opzichte van iemand die al met veel meer begint natuurlijk. Maar uiteindelijk, als je dit doorzet en je doet het goed en je spreidt gewoon. Ten eerste, het kost je niet heel veel geld. Het levert geen extra stress op. En je hebt gewoon een heel mooi rendement na een aantal jaar. Ja, en ik vind het altijd leuk om dat soort dingen uit te drukken in Jip en Janneke taal. Ja. Als wij kijken in de tuin. Ja. En jij zegt tegen jezelf, ik zou daar in de hoek wel graag een mooie boom hebben willen staan. Hoe had je dat voor elkaar gekregen om à la minuut daar een mooie boom neer te zetten? Dat kan niet. Ja. Dat had je 20 jaar geleden moeten doen. Ja. Als je 20 jaar geleden daar een boom had geplant, had je nu een verschrikkelijk mooie grote boom gehad. Ja. Die staat er niet binnen een dag. Dat kost tijd. Ja. En dan is er nog een ander moment waarop je dat het beste kan doen. Ja. En dat is nu. Dat is nu. Nu dat beginnen. Is vandaag. Nu als jij dan toch die boom wil, maar hij is er niet, dan moet je er vandaag mee beginnen. Anders is hij er over 10 jaar nog niet. Ja, maar dat zie je heel vaak. Mensen die excuses dan bedenken van, ik had dit kunnen doen. Nee, ga dat dan nu daarmee beginnen. Dan kan jij dat over een aantal jaar terug zeggen. Dan zeg je, als je zegt, ik ben nu te laat. Nee, als je nu niks doet, dan ben je volgend jaar nog steeds te laat. Ja. En als je geen actie onderneemt, verandert er inderdaad niks. Heb je hier interesse in en vind je dit leuk, ga je verdiepen in deze wereld. Want het is prachtig. Het is allemaal hartstikke leuk. Maar het kost je wel tijd en energie. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje, is goed voor onze video. En ons YouTube kanaal. Druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug naar www.dopecash.nl. Ons Discord kanaal staat allemaal op de website. Ons leerprogramma staat op de website. Supportlinks, alles vind je daar terug. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later.